Peter V. uit Almere zou betrokken zijn bij nog meer zedenzaken. Het Openbaar Ministerie heeft nieuwe meldingen binnengekregen over de voormalig directeur van de Almeerse stichting Kanjerwens. De proef in Nagele, waar woningen van het gas af zijn, werkt tot nu toe zonder storingen. De huizen zijn aangesloten op een grote bak warm water die in de zomer wordt opgewarmd. En het is Valentijnsdag vandaag. Ine Juffermans uit Emmeloord werd verrast door een troubadour die speciaal voor haar een lied zong. Het is maandag 14 februari. Dit is Flevoland. Goedenavond. Nieuwe ontwikkelingen in de vermeende ontuchtzaak van Almeerder Peter V., de oud-directeur van de stichting die wensen vervult van zieke kinderen. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels meerdere meldingen binnengekregen over de 54-jarige verdachte. Ik praat erover door met verslaggever Arend Dubbelboer. Arend, jij volgt de zaak voor ons. Wat weten we nu meer? Ja, we weten dat het nu gaat van het Openbaar Ministerie. Dat gaat om meerdere meldingen. Dit natuurlijk allemaal nadat vorige week bekend werd dat Peter V. verdacht wordt van het misbruiken van minderjarige jongens. En ook in de meldingen dus die nu binnen zijn gekomen gaat het inderdaad ook om zedenzaken. En hoe gaat het nu verder? Ja, wat we nu weten is in ieder geval dat er meldingen zijn gedaan, maar dat zijn nog geen aangiften. Wat we nu begrijpen is wel dat de aangiftes aan zitten te komen. En dat is ook het moment dat het Openbaar Ministerie er wat mee kan gaan doen. Want als er een aangifte is gedaan, dan kan het Openbaar Ministerie verder gaan met het onderzoek naar Peter V. En zolang dat er nu nog niet is, zijn er dus meldingen en kan er eigenlijk volgens het Openbaar Ministerie ook niet heel veel meer over gezegd worden op dit moment. En is er dus ook nog niet heel veel bekend over wanneer en waar dus dit vermeend misbruik heeft plaatsgevonden. Wat wel duidelijk is dat het aantal meldingen en mogelijke aangiftes dus oploopt. Wat moet je eigenlijk doen als je mogelijk te maken hebt gehad met seksueel misbruik? Nou, daar is het Openbaar Ministerie heel stellig in. En in een persbericht ook eigenlijk het eerste waar ze erover zeiden is: ga naar de JGZ. Dat is de jeugdgezondheidszorg. Daar is zitten mensen klaar om psychologische hulp te bieden. Dus zij kunnen je daardoor verwijzen naar andere hulpverleners die je kunnen helpen met hetgeen wat je hebt meegemaakt. En daarna, wat dan ook erg heel belangrijk is volgens het Openbaar Ministerie, is om aangifte te gaan doen bij de politie. Want pas als er inderdaad aangifte is gedaan, kan het Openbaar Ministerie een onderzoek gaan starten naar het seksueel misbruik. Verslaggever Arend Dubbelboer, dankjewel. Het proefproject waarbij woningen in Nagele van het gas afgaan en op een andere manier worden verwarmd, draait nu een paar maanden zonder problemen. Dat is eigenlijk boven verwachting. Vanwege het klimaat en de sluiting van de gaskraan in Groningen moeten in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Tientallen wijken in het land doen mee en ook het dorp Nagele. Het wordt gewoon warm? Het wordt heet. Heet zelfs? Ja, echt. Meneer Dijkstra is een van de eerste die gebruik maakt van het nieuwe warmtesysteem in Nagele. Zijn woning is samen met de huizen naast hem van het gas af en sinds een paar maanden aangesloten op een ondergrondse warmwaterbuffer van Energiek Nagele. Het doet wat het moet doen. De woningen zijn vanaf december overgezet op het nieuwe systeem. Ja. De school draait nu op de zonnewarmte. Ja, dus in die zin gaat het eigenlijk heel erg goed. In de warme maanden zorgen zonnecollectoren op de daken voor het opwarmen van water. Dat kan wel 95 graden worden. Dit water wordt ondergronds in een grote geïsoleerde tank opgeslagen en kan dan in de winter weer worden gebruikt. Het is niet zo fotogeniek. Nee, dat klopt. Het is, op het moment dat die buffer wordt opgebouwd, dat is heel fotogeniek. Omdat er zit een soort geraamte, zeg maar, en aluminium constructie. Ja, dat is echt wonderschoon, dat is een soort kunstwerk. Maar ja, het is heel erg jammer dat die eigenlijk onder de grond... Maar hoe groot is dat dan? Ja, de bak die hieronder ligt, zeg maar, is 1000 kub. Dus daar zit 1000 kub water in. Dus het is ongeveer uit mijn hoofd, ik dacht 20 bij 16 en dan 4 meter diep, orde grootte. Het blijkt dus dat het, alles wat ze beloofd hebben, tot nu toe uitkomt. We hebben, ik kan het hier goed warm krijgen en ik heb heet water, ik kan lekker douchen. Er is niks mis mee met het hele systeem niet. Dat, tot nu toe althans. We hebben natuurlijk niet zo'n koude winter. Nee. Is het dan een eerlijke test, zeg maar, nu? Ja, is het een eerlijke test? Kijk, je wil het liefst nog eens een keer een winter hebben met min heel veel. We hebben wel even een iets koudere periode gehad met wat vorst rond de kerst. Daar heeft het prima gefunctioneerd. Ja, en kijk, in die zin is het zo dat ook al zouden we een hele koude winter hebben, Wat wij doen is wij leveren op de woning 70 graden aan. En of het nou min 20 is of 10 graden boven nul, wij leveren gewoon 70 graden aan op die woning. Om heet water te garanderen kan er bijverwarmd worden met een gezamenlijke elektrische warmtepomp. Dit is niet ideaal, vindt ook Bergboer. We hebben dat toentertijd heel bewust buiten dit project gelaten. Dat we dachten, ja, dat zouden we eigenlijk natuurlijk ook willen, die stroom ook willen kunnen opwekken met eigen zonnepanelen of een eigen windmolen, een dorpswindmolen bij wijze van spreken. Dus dat is wel de bedoeling in de toekomst dat we ook daarin gaan voorzien. Het systeem lijkt het dus nu goed te doen, maar het project zelf gaat met horten en stoten. Maar dat zit meer in regelgeving. Verzekeringen, banken en andere instanties zijn vaak niet zo flexibel of hun systemen kunnen het niet aan, zegt Bergboer. Maar hij blijft positief. Omdat het nu om een testproject gaat, is er flink subsidie vanuit het Rijk. Maar het zou in de toekomst ook zonder extra geld moeten kunnen. Alhoewel ik ook denk van, nou ja, als je eens een keer 6, 7 of 10.000 euro subsidie per woning erin moet investeren. Ja, dat gebeurt ook met zonnepanelen of met een elektrische auto die je koopt of met heel veel andere subsidiemogelijkheden die daar ook voor zijn. Dus ja, ik heb wel goede hoop. Het zit natuurlijk allemaal in schaal en in schaalvoordeel, hoe meer je tegelijkertijd doet, hoe relatief goedkoper het natuurlijk wordt. Wie momenteel een groot zonne- of windpark wil aanleggen, komt bedrogen uit. Het huidige netwerk kan het aanbod van duurzame energieproducenten simpelweg niet aan. Maar in Dronten wordt gewerkt aan een nieuw verdeelstation waar duurzame energie op een slimme manier gedoseerd op het elektriciteitsnet wordt gebracht. Wouter Persoon van Equans. We staan hier midden in een akkerveld en hier komt straks de stroom van de zonnevelden van Doorhout, Mees en Mojo binnen, hè? Klopt, onder andere van de zonneparken van Doorhout, Mees en Mojo, maar ook de windmolenparken die we hier in de buurt hebben en ook de accu's. Dat komt allemaal via dit soort kabel, 23.000 volt kabel, komt dat deze kant op. En hier vandaan gaat het de hoogspanningslijn tussen Lelystad en Harderwijk op. Het is niet heel mooi, hè? Wat is niet heel mooi? Nou, dat ijzer hier, had je er niet wat groen omheen kunnen plaatsen? Het staat natuurlijk allemaal hoogspanning, dus dat moet natuurlijk aan allerlei voorschriften voldoen. En ja, het kan niet anders. Kleurtje geven? Kleurtje geven, dat zou nog kunnen. Wat je nu eigenlijk in Nederland ziet is dat er als er grote productieeenheden, in wind, in zon, grote zonneparken zijn. En die sluit je aan op het gewone distributienet van de netbeheerder. Dan blokkeert dat eigenlijk de wat kleinere initiatieven als mensen zonnepanelen op hun schuur of op hun huis willen hebben. En dus wat wij hier doen is eigenlijk die grootschalige productie van het distributienet afhalen en zorgen dat het op het transportnet komt, waar normaal gesproken ook de centrales op aangesloten zijn. Dus eigenlijk zijn wij hier een soort duurzame centrale. Wij noemen dit smart grid, omdat er ja, buiten zeg maar, het grid wat we hebben, hebben we een smart gemaakt. Waardoor we kunnen balanceren en dat doen we ook met de accu's die we aangesloten hebben. Die laden eigenlijk op het moment dat er te veel productie is of heel veel productie is. En ze ontladen op het moment dat er eigenlijk tekort in Nederland is. Dus nou ja, daarmee balanceren we en zorgen we dat er op ieder moment van de dag de juiste hoeveelheid energie het net opgestuurd wordt. En voor hoeveel huizen komt hier nou stroom binnen? Nou, ongeveer 60.000 huishoudens wordt hier geproduceerd. En nou, dat wordt eigenlijk gedaan door onder andere de windmolens die daar staan. We zijn op dit moment bezig om hier extra kabels te leggen, omdat daar meer windmolens, grotere windmolens bij komen met meer vermogen. Nou Wouter, de zon hè, met flinke wind. Waar word je nou het blijst van als je hier naar kijkt? Nou ja, het is vandaag een dag dat er veel duurzame energie geproduceerd wordt. Natuurlijk heel zonnig en heel veel wind. En, ja, dit is natuurlijk de dagen dat er veel duurzame energie het net op gaat en iedereen dat ook kan gebruiken. En ja, dit is een voorbeeld van hoe de energietransitie in Nederland zal gaan plaatsvinden. Ja, ik denk als veel mensen hier langs rijden zien ze vooral ja, kabels, staal. Wat zie jij als je hier kijkt? Nou, ik zie hier vooral een plek waar iedereen die heeft natuurlijk behoefte aan energie en dat moet geproduceerd worden. Nou ja, je ziet eigenlijk door deze manier van productie dat we dat wel op een duurzame manier doen. Kantoorgebouw Alnovum in Almere stad gaat opnieuw in de verkoop. Eerdere pogingen mislukten. Het gebouw met de markante groene voorgevel staat naast station Almere Centrum. Een groot deel van de pand staat al jaren leeg. De gemeente is eigenaar van het gebouw en wil er vanaf. Almere, eind jaren 90. Het hoogste punt van het Alnovum werd bereikt. Het was het startschot voor wat later een zakencentrum moest worden met duizenden arbeidsplaatsen. Nu, 20 jaar later, staat een groot deel van het Almeerse zakencentrum leeg. Henk Smeeman is jarenlang wethouder geweest in Almere en heeft zich bezig gehouden met de ontwikkeling van het zakencentrum. Dat leeg, kun je zien, hè? Zonde. Door de jaren heen hebben er verschillende organisaties in het pand gezeten. Maar het begon met de Hogeschool van Amsterdam, die in het pand huisvesting vond voor het Instituut voor Information Engineering. Er moest een locatie komen. Oorspronkelijk zijn ze toen begonnen in de stationade. Een stuk van het kantoorgebouw rechts van het station. En uiteindelijk is er besloten om een nieuw gebouw te zetten. En dat is dan dit geworden. Destijds Witte Zwaan en Zwarte Zwanen geheten. Sinds de oplevering heeft het pand veel verschillende invullingen gehad. De gemeenteraad heeft er vergaderd, er waren plannen voor een hotel en ook een Spaanse universiteit streek er neer. In de tussentijd werd ook het WTC opgeleverd, met ook daar veel leegstand. En het plan voor een groot Almeers zakencentrum? Ja, dat is dus niet gelukt, dat is volstrekt helder, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die gebouwen juist worden opgeleverd op het moment dat de bouwfraude en de crisis uitbreekt. In 2017 was het pand onder voorbehoud verkocht. Alleen kwam de verkoop toen niet door vanwege een onderzoek naar de kopende partij. Nu komt het pand dus toch weer op de markt. Geïnteresseerde kopers kunnen een plan indienen voor het pand. Daar zitten wel restricties aan, zegt wethouder Maaike Veningen. We gaan onder meer kijken wat brengt het nou mee voor de binnenstad. Daar hebben we natuurlijk ambities. Het zou mooi zijn als er woningbouw toegevoegd kan worden, want daar is natuurlijk grote behoefte aan. Maar we willen ook graag meer levendigheid in het centrum. Dus we kijken op meerdere vlakken wat heeft het aan toegevoegde waarde. En dan verkopen we het aan degene die het beste plan heeft. Eén deel mag eventueel gesloopt worden. Daar mag er inderdaad wat hoger gebouwd worden. Daardoor is er ook wat meer kans dat er bijvoorbeeld woningen toegevoegd kunnen worden. Het hoeft dus niet, het mag wel. Met de verkoop van het Alnovum komt er wellicht weer een nieuwe invulling voor het pand dat ooit centraal stond voor een Almeers zakencentrum. Het zal je vast niet ontgaan zijn. Het is 14 februari en daarmee ook Valentijnsdag. In Emmeloord is dat vandaag op een speciale manier gevierd met een echte troubadour. Als dit de professor te Veenstraat nummer 33 is, dan moet dit mevrouw Juffermans zijn. Beter bekend bij mij als Ine. Ja, kan wel een hart onder de riem gebruiken, want het was een zwaar jaar. Het waren barre tijden als gevolg van het overlijden van Hans. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Mooi. Had u het verwacht? Nee, het werd me net even verteld. Het raakt u, hè? Mm. Kan u mij misschien kort uitleggen wat er gebeurd is? Nou ja, ik ben 2 maanden geleden hebben ze ontdekt dat er wat in mijn lijf zat. Dus heb ik 2 zware maanden gehad. Ja, waarom? We hebben de actie bedacht ten tijde van de lockdown, toen we nog dicht waren. En we hadden het idee van, nou, we willen eigenlijk wel graag iets doen. En we hadden een leuke inspiratielijst en daar stond toevallig de troubadour op. En dachten we, nou, Valentijnsdag komt eraan, dus dan gaan mensen verrassen met een troubadour. En dit is dan toch wel een fijne hart onder de riem zo? Maar het is allemaal goed gekomen, dus wel vervelend. En dit was Flevoland voor vandaag. Wil je het hele nummer horen van deze troubadour? Ga dan naar onze app of de website. Morgenochtend weer een verse uitzending op radio en tv. En vanaf 5 uur is Marco Verhagen hier met het nieuws. Ik wens je een fijne avond. Dag.